eerder in de bondgenoten. Doordat de meerderheid van de groep Bo geen plek in de finale wilde geven, stonden Erik en Lodewijk tegenover elkaar in die strijd om de ton. De door jou ingetoetste code is... Juist. Nee! Erik wint 100.000 euro! Eduardo zou eigenlijk deze finale de poort uitlopen met Kim en Melanie. Maar dat bleek uiteindelijk een grap die niemand zag aankomen. Erik, voor jou staat in de kluis een koffer klaar. Die is niet de enige die het huis gaat verlaten. Ook Kim en Melanie. Er gaan nog meerdere mensen weg. Dit zijn de mensen die naar huis gaan. Wat een grap. Tot morgen. What the fuck. Dat had hij echt niet verwacht. Echt niet. Dit is weer alleen maar liegen mensen hun gezin. Ga dan naar huis. Pak je koffer en ga lekker naar huis. Erik laat de loods en zijn vrienden achter en stapt naar buiten als de grote winnaar. Met in zijn koffer een cheque van 100.000 euro. Thanks allemaal voor dit avontuur, man. Doei! Ben je samen of toch alleen? Zie je door de leugens heen? Iedereen speelt zijn eigen kaart. Wat zijn echte vrienden waard? Vertrouw ik jou? Vertrouw je mij? Sta je aan het eind nog aan mijn kant? Vertrouw ik jou? Vertrouw je mij? Ben je straks een vriend of een vijand? Erik is niet de enige die vandaag afscheid neemt van de bondgenoten. Melanie en Kim hebben hun koffers ook gepakt. Maar Kim kan dit bijzondere avontuur niet goed afronden zonder het goed te maken met Sam. Want Sam baalt nog steeds dat zij niks heeft gezegd over Eduardo's plan. Ik snap echt dat je je zo voelt. En ik voel me er echt heel kut om. Maar je mag je zo voelen. Echt. Maar ik hoop gewoon dat je weet dat ik dit niet heb gedaan om jou te naaien, om... Nee, maar... Je wil niet weten hoe moeilijk ik het vond. Maar ik hoop gewoon dat ik er met een goed gevoel weg kan gaan. Ja. Je zit dus heel diep hier. Ja, maar daarom doet het ook pijn. Weet ik. Maar het maakt niet uit. Maakt wel uit. Want ik voel me er echt heel kut door en zo wil ik gewoon niet gaan. Geeft niks. Ik wil je een kus geven, maar ik heb een rode lippenstift op. Maakt me trots. Elke dag. Maak me trots. Je kunt het. Laat iedereen zien dat je echt een supermooi persoon bent. Altijd naar je gevoel luisteren, want kijk wat dat heeft gebracht vandaag. Ik hou zoveel van jou. Van jou. Oké. Okay. Je kunt dit. Nou. Ja. Thanks. Sorry. Gaan zien. Je avontuur is pas net begonnen. Ja, nou, maak er iets moois van. Nee. Ja, kom maar goed. Geniet van de tijd hier. Echt toffer. Jij ook. Probeer soms je mond te houden. Ik hoop dat jullie het willen doen, maar ik wilde, voordat ik hier wegging, wilde ik gewoon heel graag met z'n allen nog even een grote polonaise lopen. Huh? Ik wil het echt heel graag. Kom. Ik wil nog een polonaise lopen. Toedaloo, toedaloo, toedaloo. Dankjewel! Zet hem op, jongens. Maak ze gek hier binnen. Maar wees lief voor elkaar. Ja. En houd het een beetje gezellig. Doei. Nou, Kim. Terug naar mijn beide wereld. Ik ken die wereld niet eens meer. Wow. Dit is zo raar. Over jou. Over jou.
Nou, oké, ik ben snel gaan, denk ik. Doei, lieve mensen. Doei, lieve. Dank je wel, hè. Dank je wel, hè. Waarom zouden mensen nou met jou in een bondgenootschap moeten gaan zitten? Als ik ergens voor ga, is het 200%. Met minder neem ik eigenlijk geen genoeg. Yes! Ah, die was kut. Yay! Aha, I like it. How much money can we make? Money, money. Money. Op naar de finale! Woehoe! Lekker, Kim. Lekker, Kim. It's not a voice in your heart, and right. It's better than yours. I can teach you, but I have to charm. Jij lijkt, ik ben een vrouw. Ja! One kiss is all it takes. Maak ze gek, Mel. Je kan alles aan, je kan het. Alles. Goed. Stop. Want ik hou zoveel van jou. See a wonderland in your eyes. Is me. Ik ben een andere Mel. That's all I'm saying. See you later. Oh ja, mijn god, zij is zo gefilmd. I'm free! Oh, wauw. Gaan, lekker naar huis. Wil je naar huis? Wil je lekker naar huis? Heel raar. Ik ben gewoon in de bewoonde wereld, toch? Ja, nog een keer. Ik ga gewoon daar uitkijken. Out and chill. Dit is zo raar. Oh my god. Nou, dit is het. Dit is gewoon echt waar we mee overblijven. Dat is toch gek. Jawel, man. Kai en ik hadden misschien het idee, aangezien het best wel bewogen dagen zijn geweest, om even met z'n allen bij elkaar te komen vanavond bij het vuur of zo. En dan een beetje, weet ik veel, te babbelen over deze cyclus. Ik wilde sowieso initiëren om even gewoon een gesprek te voeren, wel met iedereen erbij. Omdat er volgens mij best wel veel onder de tafel leeft. We moeten straks wel weer met z'n allen een nieuwe cyclus aan, nieuwe mensen. Precies. Dat we even alles op een nette manier proberen wel even te bespreken. En dat we dan weer met een iets frissere wind dan die er nu waait weer verder kunnen. Ja, goed idee. Bo worstelt nog steeds met het besef dat Eduardo en Robert er bewust voor gekozen hebben om hem uit de finale te spelen. Een finale plek die hij juist dacht te hebben verdiend door er altijd te zijn voor de hele groep. En niet alleen voor zijn eigen team. Waar denk je aan, Bo? Gelopen daken. Mel weg. Rick weg. Het lijkt alsof Ed alles op alles heeft gezet, deze cyclus. Inclusief zijn eigen imago of zo. Zijn eigen normen en waarden. Dus heeft hij alles opzij gezet. Het is gewoon een beetje onmenselijk, vind ik. Mensen gaan ver voor het spel. Ja. Alles erop en eraan, zo'n poppenkast maken erin naar huis gaat. Maar daarom wil ik straks gewoon even gesprek. Ik wil ook gewoon dat hij even zijn zegje doet. Ik weet niet of hij helemaal eerlijk en open durft te zijn. Voel je? Strijdbaar. Volle bak. Als hij een gesprek wil, ga je een gesprek krijgen. Ik pas ervoor dat hij bepaalt. Nee. Gesproken wordt. Hij
praat 2 dagen niet tegen me. Nee. Ik word gek, dat toneelstukje. Weer de gejanken, dan gesnotten. En dan weer. Ja. Als je pijn hebt, moet je huilen. En weet ik veel, maar niet. Ik vind dit pas poppenkast. Dat we nu in één keer bij elkaar gaan zitten. Terwijl. Merendeel. Zijn er hier nog rondlopen? Ik wat allemaal. Ja. Ik kan niet eens normaal een goeiemorgen zeggen. Wat nee. Weet je. Nee, dus nee, maar dan ga ik. En nu is het. Ik bepaal wat ik ga praten. Dus als ik hun was, zou ik maar heel goed nadenken over wat voor mensen ze in hun mondje nemen. Mm-hmm. Ja, dan worden mensen waar je overheen kan lopen. Reken maar. Dat worden wat buigbare mensen. Wegwerpartikelen worden het. Ik ga ze 1 keer waarschuwen. Wat vaatdoekjes. Sfeersponsen. 2 mensen die gewoon heel het huis op z'n kop zetten. Ja, hoe gaan we dit nou eens aanpakken? Ja. Dat is wat jij zegt. Hij gaat niet voor mij bepalen wanneer ik iets ga doen of wat. Ja, maar ik ben dat Jantje lacht, Jantje haalt, ben ik ook zo spuug zat. Mm-hmm. Het wordt een zoetwrake maand. Wie wil er 10 seconden buiten staan? Kom, ga even naar buiten. Ik doe het hoor. Kom. Schoonmaak! We zijn met deze douche heen gehad, zo. En alles is weer zijn klaar. Ik ben zo nat. Wow. Oh. Eduardo en Robert gaan dit lastige groepsgesprek het liefst nog even uit de weg. Maar Bo heeft geen zin meer om te wachten. Want hij wil deze moeilijke periode nu echt een keer afsluiten. Zo gezien. Waar zijn die oude mannen? Slapen ze al? Ro, Ed! De audacity! Hadden we kunnen weten. Anders kun jij toch even vragen, Bo? Heren, dit ga je niet menen, toch? Of wel? Ja. Kan je het nu niet even opbrengen om even erbij te komen zitten en even voor de groep even een goed gesprek te voeren, zodat de lucht een beetje geklaard is voor morgen? Ja, het heeft niets met zo'n groep te maken, Bo. Robert, kom aan. Ik ga je precies vertellen waarom. Kom even zitten. Oké. Okay. Als je wil. En dan ben ik open en eerlijk tegen je. Jij kan het niet loslaten dat dit een spel is. 2 dagen lang doe je je mond niet open. Je praat niet tegen me, dat mag, dat kan doen. Waarom praat jij 2 dagen lang 0 tegen mij en gaan we nu naar het eten, moeten we nu ineens de lucht laten. Omdat, mag ik daar antwoord op geven? Nee, dat mag natuurlijk niet. Omdat ik niet wilde dat het over ons ging nu. Ik wilde niet dat de focus op mij lag, terwijl mijn beste vrienden een finale moeten spelen. Dat wilde ik niet. En daarbij was ik ook echt oprecht heel erg gekwetst. Dat mag. Ja, dat weet ik. Maar dat mag. Maar ik mag me dan niet even terugtrekken en niet de tijd nemen. En inderdaad, ik negeer jullie even. Want ik kon het gewoon niet handelen. Er gebeurde zoveel. En ondertussen wilde ik blij zijn. Ik wilde blij zijn met mijn homies. Ik kon niet dit gesprek nu voeren de afgelopen 2 dagen. Dat kon ik niet. Dat kon ik niet. Je mag, en dat is je goed recht. En ik wil met jou uren gesprek voeren. Ja. Mooi gebouwen. Maar ik hoef geen groepsgesprek die geïnitieerd is om de lucht te halen. Want ik speel mijn spel zoals ik het spel wil spelen. Ja, maar dat is je goed recht. En het gaat mij niet om de persoon, om jou of Bo of Erik. Maar ik gun het jullie allemaal. Maar we zijn hier wel om een spel te spelen. Dat we heel veel mooie dingen meemaken en mooie verhalen en mooie gesprekken hebben en banden met elkaar ophalen, dat is fantastisch. Maar het is en blijft een spel. En het is niet in mijn hart zetten. En als er vanuit wordt gegaan dat jij en Lo de finale moeten spelen, dat kan niet. Ik ga er helemaal nergens vanuit, Robert. Maar van waar dan die emotie? Van waar die emotie? Moet je horen welke verhaal uit jouw mond komt? Ja. Ik ga nergens vanuit. Nou, daar ga ik de rest wel vanuit. Waar dan die reactie van die mensen? Jij moest het toch horen? Nee, omdat het al als onrecht voelt voor die mensen. Weet ik veel. Word wakker, lieve jongen. Iedereen speelt een spelletje. Alleen sommigen kunnen het onderscheid niet maken. Maar het zijn allemaal huigangs. Of tenminste, heel veel. Ja. En als ik daar nu moet bijzitten en ik moet doen, en dan weet ik toch, als ik op een gegeven moment tot een bepaald zit, en dan gooi ik het uit, ja, dan heb ik het met iedereen mooie. En dan
niet op te wachten. Maar we staan straks wel weer met de groep voor een nieuw groepje. En ik wil gewoon oprecht zo min mogelijk wrijving voordat we daarin starten. Okay. Als jouw insteek is van ik slik deze door en die moet jij verwerken, dat kan ik niet voor je verwerken. Nee. Loop ik met je mee en dan gaan we zitten. En ik weet ook wat, dat volgende week ziet de wereld er heel anders uit. Ja. En dan komen er weer andere mensen, hebben we ook wel weer lol en lachen we weer op bepaalde dingen. Ja, tuurlijk. En dan hebben we elkaar ook weer nodig en vallen we elkaar. Dus het is niet dat ik niet wil, maar ik ben blij dat je nu wel kwam. En eigenlijk zat ik daar op te wachten. Ja. Van, nou, kijk of die komt. Ja. En je bent er, dus een clubbetje mee. Ja. Dat probleem. Dat is fijn. Goed. Maar wat mij heel hoog zit, ja. Als ik met jou in gesprek sta, weet ik wel echt dat je elke letter die ik dan op dat moment zeg, dat je dat van mij aan moet nemen. Kun je een uitleg geven, alsjeblieft? Ja, kunnen we zeker. Als ik naar mijn gevoel luister, is mijn stem op Erik gevallen. En het is puur. Ik wil een beetje af van dat stigma. En dat roekjes die finale niet kunnen of zouden mogen spelen. Dat je van het stigma af wil. Ik geloof je dan gewoon niet. Nou, oké, nou goed. Het enige wat ik dan wil zeggen, nu ik dit zeg. Neem alsjeblieft dat beeld van gisteren voor je, dat je zegt maar mensen geloven met het. En iedereen zegt hier, nee Bo, ze gunnen het je niet. Wat het is, de helft dan, was tactisch op jou. Waarom? Davy, hou op jongen. Nee, maar luister. Nee. Ja, ik denk dat de meeste mensen me het gewoon echt ook gunnen. Nee. Dat denk je? Ja. Jou ik ook heb niet. Liever dat je nu even stopt. Dit is zo fucked up. Nee, dat moet je in je meenemen als ik met jou in gesprek ga. Ik ben het niet Bo die dat zegt, hè. Het waren nog een heleboel die zeggen. En jij bent bijvoorbeeld zegt van, laat mij dat op zijn minst geloven. Dan denk ik mezelf, jongen, wat toch is bakker. Maar het was, op dit moment wilde ik dat gewoon even niet horen. Dat snap ik, maar je moet het horen, dat is waarheid. Ja. Maar snap echt, het, als je over 2 dagen even met me wilt praten, ik voel nu al, zeg maar, vandaag al dat er van me afvalt. En dat ik weer verder wil. Nee, maar ik wil oprecht even bedanken voor Ik ben altijd. En als, ik vind het helemaal mooi dit soort gesprekken. Ja. En ik vind meer dat jullie even weer op een lijn moeten komen. Dat komt ook wel. En dat komt ook goed. Alleen, ik hoop ook dat je inziet dat het niet echt zwart-wit is zoals jij het ziet. Het is echt een spel. Ik wil net naar bed gaan. Na dit moeilijke, maar openhartige gesprek met de mannen is het wat Bo betreft klaar. Het enige wat nog even moet gebeuren is dat gevoel delen met de rest van de groep. Ik wilde vooral eventjes met elkaar bij elkaar komen, omdat er volgens mij gewoon heel veel is gebeurd. Ik voelde me heel erg gekwetst op verschillende fronten. Ik hoef geen verhalen meer te horen van jou dat iemand anders iets heeft gedaan of la. Nee. Ik heb ook even kunnen zeggen wat mij heeft geraakt. Dat vind ik fijn. Ik kan nu persoonlijk makkelijker weer gewoon door. Dan als we nu gewoon met z'n allen naar bed waren gegaan. Maar goed dat we dit even gedaan hebben. En morgen een nieuwe ronde, nieuwe kans. Letterlijk. Morgen een nieuwe ronde, nieuwe kans. Gisteren heeft Erik als 5e winnaar het huis verlaten met 100.000 euro. Hoe kijk je terug op de finale, Lodewijk? Ja, het was leuk om mee te maken. En natuurlijk, het was bitter zoet dat ik hem niet heb gewonnen. Maar ja, Erik is naar huis met een ton. En ja, het was ook een mooi gegeven. Ja, vandaag liggen in ieder geval alle kansen weer open. Er start een nieuwe cyclus richting weer 100.000 euro. Maar goed, er moeten eerst nieuwe bondjes gevormd worden. En om dat te kunnen doen, hebben we toch zeker nieuwe bewoners nodig. Dus we gaan de groep weer compleet maken nu. Dat doen we met 5 nieuwe bewoners. Die komen nu aan. Oh. Oh. Nick, ja. Ik denk dat een heleboel mensen mezelf in kluis zich afvragen hoe jullie elkaar kennen. Ja, Denise is gewoon een goede vriendin van mij. En Chelsea, ja, die heb ik in de auto gezeten. We hebben altijd veel contact.
Ik ben echt blij. Ah. Oké, okay. Rick, zou jij naast me willen komen staan? Zeker. En jezelf aan deze groep voorstellen? Ik ben Rick. Ik ben pas 27 geworden. En zoals jullie horen kom ik uit Limburg. Waar ik woon met mijn konijn, Boef. Hallo. Oh. In het dagelijks leven werk ik in het ziekenhuis als verpleegkundige. Verder, reizen vind ik leuk om te doen. Ik sport veel, maar ja, daar ben ik aan het reizen. Sta ik op een berg om precies te zijn. Verder ben ik hier eigenlijk om niet alleen het beste uit mezelf te halen, maar ook mijn teamgenoten te motiveren en inspireren het beste uit hunzelf te halen. Ben ik een strijder, heel strijdlustig, met veel doorzettingsvermogen. Maar ben ik ook een teamplayer en down to earth. Dus we gaan er wat moois van maken samen. Goed man. Ja. En Boef komt hier ook wonen? Ja, zeker. Voor wie zich druk maakt, kan ik nu wel stellen dat mocht jouw bondgenootschap op 0 punten komen te staan, Boef krijgt altijd gewoon eten. Ze kunnen ook Boefs eten als ze zelf niks hebben. Nee, Rick, dat is dus weer nieuw. Sorry. Mag Boef rondlopen gewoon? Zeker, zeker. Ja hoor. Ja. Ga weg. Is dit echt waar? Ja, dat is echt waar. Ah. Oh, oké. Ja. Nee, mag ik dan? Oh, sorry. Gewoon Boef, man. Kom, Boef. Dan gaan we verder. Denise. Nou, ik ben Denise, 22 jaar, kom uit Gouda. In het dagelijks leven werk ik in de horeca. Ik kom net terug van Bonaire. Ik heb een paar maanden gewerkt en gewoond in Bonaire. Waarom zouden deze mensen met jou in een bondgenootschap moeten willen? Ik ben gezellig, ik ben eerlijk en betrouwbaar. En ik geef nooit op. Dus ik hou echt van het einde doorgaan. Ja. Dankjewel, ga lekker zitten. John, ja. Je bent de volgende. Ik ben John, 46 jaar, ik kom uit Montfort. In het dagelijks leven ben ik ondernemer, ben ik vader. Ik heb een vriendin, ik ben echt een familieman. Dat is een kind van jou. Dat is mijn zoontje. Oh. Ja, staan we een beetje gek op allebei. Leuk. En ja, ik hou heel erg van avontuur. Ja, dat komt ook wel een beetje door mijn achtergrond als militair zijnde. Nou ja, dat was inderdaad op uitzending. En waar is dit? Dit was in Bosnië. Wat goed. Ja. Wat wil je over jezelf leren hier in huis? Mezelf ook nog verder te ontwikkelen. En hopen dat jullie ook wat van mij kunnen leren. Ja. Ja. Chelsea, kom bij me staan als je wilt. Dat wil ik wel. En stel jezelf voor aan je nieuwe huisgenoten. Oké, hoi. Nou, mijn naam is Chelsea. Ik ben 24 jaar. In het dagelijks leven ben ik pedagogisch medewerker. Dus ik werk op een kinderdagverblijf met babytjes vanaf 2 maanden tot en met kinderen van 12 jaar ongeveer. Verder zijn mijn hobby's dansen en zingen. Ik heb een muziekopleiding gedaan. Voor de, ja, daar ben ik een ander persoon, maar dat ben ik echt. ja, ik heb een muziekopleiding gedaan. Ook afgerond met als hoofdvak zang. Dus zingen is wel echt een passie voor mij. En verder hecht ik heel veel waarde aan leuke dingen doen met mijn familie, met mijn vrienden. Dus ja. Oké, nou leuk dat je er bent. Ga lekker zitten. En dan als laatste Gerrit. Stel je voor in de groep. Ja, ga ik doen. Hoi, ik ben Gerrit. Ik ben 28 jaar oud. Ja, ik heb ook meegedaan aan een ander televisieprogramma, Utopia. Nou, hier zijn verschillende versies van mij zichtbaar. Zo kwam ik erin. Nou, dat was eventjes later. Ja, nu ben ik hoe lang heb je daarin gezeten in Utopia? 18 maanden. Ja. 18 maanden? 18 maanden. Zo. Maar als je 18 maanden hebt opgesloten en zitten in huis, waarom denk je dan, ik ga het nog een keer doen, maar dan hier? Nou, dit doel is ook anders. Kijk, we strijden hier allemaal voor een ton. Natuurlijk, ik kom hier ook voor een fantastische tijd. Ik denk dat dat ook het allerbelangrijkste is. En dat heb ik misschien in Utopia minder ervaren. He, dan was het echt heel veel ruzie. En ik, ja, dat moet eigenlijk... Dat zal hier nooit. Nee, dat is hier nooit. Nee? Nee. Ik geloof niet in woord. Wow. Ik hoop dat dat hier minder is. Nou? Uiteindelijk zullen we dat allemaal meemaken. Oh, wat erg. Waarom dat ik het zou doen? Ja, het heeft wel wat, jongens. Het is iets wat je niet gaat vergeten. Echt de rest van je leven niet. Nou, fijn dat je er bent, Gerrit. Ga lekker zitten. Dankjewel. Dit is het moment dat jullie elkaar gaan kunnen leren kennen. Er liggen daar teamarmbanden klaar. Heb je nou een bondgenootschap van 4 personen gevormd? Dan mag je een teamarmband en een kleur kiezen. Ik kom straks terug en dan hoop ik dat er 4 bondgenootschappen zijn. Succes. Dank u wel. Hoi! Hey, hallo. Ben je aan of niet? Ja, echt? Ja. Wat damn! Gaan we weer. Sjors!
Shark Nation. Oh, ga weg. Ik ben echt bang. Wat? Oh, ik heb zo zin om je. Ik ook. Oh god, ik ben niet. Hebben jullie zelf voorkeur? Nee. Oh. Nee, ik heb helemaal geen voorkeur. Nee? Nee, ik ga er echt blindelings in. Dit zijn gewoon fijne mensen. En als wij met z'n vier zijn, kunnen we het ons alle vier. Ja, ja, ben je blij, hè? Ben je terug op de honk? Ja, neem ik hem even mee. Ik ben niet erg, hè? Ja. Ik ken hem ergens van, maar ik weet niet waarvan. Ja, waar kom je vandaan? Ik kom uit Rotterdam. Ja. Nou ja, ik heb overal gezworven. Ja, ik ook een beetje. Ja. Ja. Heb je al ervaring? Oh, dat klopt. Ja, dat... Nee, niet met dit, hè. Dit is totaal niet. Dit is wat, heel wat anders. Wat zijn jouw gevoelens? Zou je ja, is... Mijn gevoel is hier. Ja, ik weet het niet. Kijk, daar is wel een bordje gevormd. Lodewijk, maat, ik kan niet geloven. Mister L. Hey, en wat... Ik ben met Ed. Dat is de tweede maand, hebben we afgesproken. Ja. Wij zijn wat rustiger mensen. En wij zijn hier wel voor het spel te spelen. Dan moet ik gaan bij jullie, denk ik. Ja. Ik voel me zo klein bij jullie. Wat? Hebben jullie al een plan? Nee. Nee? Ben ik ook sterk. Fysiek ook, hoor. Fysiek. Okay, en kennis. En kennis. Ja, ja. Kennis is niemand die beter is, denk ik, dan dat wij zijn. Op zich zie ik hier ook wel iets. En dan houden we gewoon de volste kamer, dus lekker dicht bij de sauna en bij de hotdog. Altijd goed. Ik ben gewoon nog zeg maar, want ik wil dus gewoon de juiste samenstelling maken. En, wat is die volgens jou? Wij voelen ons wel goed bij deze samenstelling. Jij daar ook goed in. Mm-hmm. En als je wil winnen? Ik wil het liefst gewoon overal iemand sterk, zeg maar, per uitdaging is er wel. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Wat is jullie opstelling? Dit zou de opstelling zijn. Ja. Ik ben best wel allround. Ik heb allemaal verschillende opleidingen gedaan. Mijn 5 seconden, ja? Ja. Ik ga niet tussentijds niet tussenuit of iets in die gekkigheden. Ja. Sorry. Ja. We zijn terug. Hey, ben je eruit? Met Serena? Ja. Ja. We gaan voor John. Ja. Ja, jongens. Hebben jullie een voorkeur? Ja, dat is keus. Jullie zijn al een beetje... Ja, wij hadden elkaar al gesproken voordat jullie er waren. Zeg het maar. Ja, maar ik wil meer. Bij die oude man. Ben jij boos als wij meer ineens? Nee, neem ruim. Neem ruim. Dat je op militair bent geweest. Ja. Oké. Okay. Ben er weer. Hoi. Oké. Ik zou op zich wel bij jullie willen, maar als jullie een beter gevoel bij iemand anders, dan is dat ook helemaal snap ik helemaal. Wil jij bij ons? Doe dat maar. Het is heel gezellig. Kom. Sneller. Wat gebeurt er? Gooi. Yes. Snake. Verdomme, ik zit weer in de gierenkamer. Weer in de gierenkamer. Let's go. Gaan we doen. Oké, okay, dan. Let's go. We zijn bij ons. Yes. Oh, maar wel een groen shirt. Ja. Nou jongens, daar gaan we. Ja. Jammer. Ja, dat kan niet. Welkom. Laat maar komen, die champagne. Hé hey, jongen, dit ging snel, hè? Ja, maar. Het gaat snel, hoor. Nou, ik vind het leuk dat je erbij bent. Echt waar. Ja, ik vind het echt leuk. We maken het op. We houden van gezelligheid, ja. Maar we zijn ook heel strijdbaar. Ja, oké. Okay. En we gaan gewoon altijd voor de winst. Maar als het niet lukt, ja, nou, ik heb het in liefst ik je neuren. Dat wordt leuk, man. Ja, ik had ook echt zin in nieuwe energie. Ja, gelijk weer helemaal ready. Helemaal. Oh, ja, dat ik vind het heel raar. Dat ze niet naar mij durven te kijken. Hoezo, wie? Dat ze me nu al haten. Oh, nee joh. Goeie, ik ben er ook. Blijf met je bondje. Ja, als je maar geen wijn gaat kopen en brie. Ja, dat gaat ze wel doen. Beste deelnemers, het is tijd voor de bondgenotenceremonie. En ik begin bij het bondgenootschap dat er als eerste was, dat er heel snel was. Maar Sam, jij bent weg uit het bondje met Mary en Serena. Ja, oh, jammer. Jij is zo'n opluchting? Eigenlijk wel. Het is voor mij wel een verademing. Niet dat het slechte mensen zijn of zo, maar het klikt gewoon niet. En het is gewoon heel veel frictie. En de Terror Twins zijn nog steeds bij elkaar. Ja, ik heb er gewoon heel erg veel zin in. Echt waar. De terrortjes. Nou, jullie waren heel snel gevormd. Dat betekent dat jullie deze hele maand de haaien zijn. Yeah. En dan de vossen. Een volledig mannenbondje. Robert, jij en Eduardo, dat is wel thick as thieves, hè? Ja, dat hadden we van tevoren al besproken. Wij gaan deze cyclus echt samen blijven. En we hebben echt gewacht van wat gaat er binnenkomen. En we waren er wel heel snel uit.
En hoe ben je dan overtuigd dat je bij Robert in een bondje moest? Ik heb een keuze gemaakt op basis van gevoel. Ik dacht, weet je, we gaan dit gewoon volgen. Ja. Ja. John, ben je blij met het bondje? Ik ben hartstikke blij met het Waarom? Bondje. Nou ja, goed, ik heb natuurlijk de aflevering gezien. Hoe deze twee man presteren. En ik denk dat het een winnende bondje gaat worden. Die zijn de hele maand. De Vossen. Woe! En dan de Slangen. Het bondgenootschap dat als derde gevormd werd. Chelsea, vertel eens, waarom zit je met deze mensen in een bondgenootschap? Nou, ik denk dat iedereen verschillende kwaliteiten heeft. En ik denk dat het ook wel gewoon mijn type mensen zijn. Want je moet wel als één team naar hopelijk de eerste plek op in de ranking. Gaat goed komen. Deze maand zien jullie de Slangen. En dan het vierde bondgenootschap. Gerrit en de drie vrouwen. Ik ben best wel blij met het bondje. En we gaan het beste ervan maken. Denise, hoe kijk jij naar dit bondgenootschap waar je in zit? We zijn wel misschien als laatste gevormd. Maar misschien wel het beste. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, Mary, leg eens uit. Nou, wij wilden sowieso met z'n tweeën door en dan twee nieuwe mensen. En het liefst een man en een vrouw. Nou, dat is gelukt. En toen ze binnenkwamen, dacht ik meteen, gezellig, guitig. Guitige vent. Jullie zijn de Gieren. Het is gelukt. Er zijn vier bondgenootschappen. We gaan jullie natuurlijk een beetje op weg helpen. 50 punten schrijven we nu bij. Hartstikke lekker hoor. Naast het diner en het ontbijt krijgen jullie van ons ook vanavond een hapje en een drankje. Zodat jullie in feestelijke sfeer met elkaar kennis kunnen maken. Komt er ook muziek? Oké, er komt ook muziek. Daarna zullen jullie voor jezelf moeten zorgen. Ik hoop dat jullie er een mooie maand van maken. En we zien elkaar snel. Proost, jongens. Hey, santé. Een hele mooie maand. Santé. Morgen in de Bondgenoten. Jan is er deze cyclus al vroeg bij. Jan staat er. Is het echt? Vakvoorde. Het is nu 3:12 en we gaan de eerste verdienopdracht van deze cyclus spelen. Tot morgen.